Op 8 mei 1866 is de eerste vergadering van de volksvertegenwoordiging officieel geopend. Op 8 mei 2021 bestaat de volksvertegenwoordiging precies 155 jaar. In het kader daarvan voeren wij luchtige gesprekken met de gewezen parlementsvoorzitters. Goeiedag en welkom bij 155 jaar volksvertegenwoordiging in Suriname. In deze aflevering praten wij met de gewezen eerste vrouwelijke parlementsvoorzitter, mevrouw Indra Marijke Djalapeshat. Mevrouw Marijke Djalapeshat is na de verkiezingen van 1996 gekozen tot voorzitter van het parlement en zat aan van 10 oktober 1996 tot en met 14 juli 2000. Daarvoor was zij ook 2 keer gekozen als volksvertegenwoordiger, te weten van 9 juli 1991 tot en met 9 juli 1996 en van 9 juli 1996 tot en met 23 juli 2000. Wij nemen u mee naar het gesprek. Goedemorgen mevrouw Djalapeshat. Eenmaal wij onze temperatuur hebben gemeten, het is 36,1 graden en we hebben onze handen ontsmet, dan denk ik dat we zonder onze mondkap het gesprek kunnen voeren. Daarnaast hebben we ook de een toegestane afstand hebben we van elkaar gehouden. Hoe gaat het met u trouwens? Nou, in principe goed, behalve de lichamelijke gebreken die er zijn. Ik heb een paar jaar geleden een knieoperatie gedaan en ik heb problemen met mijn wervelkolom. Maar goed, het leven moet doorgaan en ik ben wel bezig, zeker met het religieus gebeuren. We zijn op het erf van onze tempel, onze mandir, en het is de enige in zijn soort. In Suriname niet alleen, ook in het Caribisch gebied. Okay. En mijn vader is eigenlijk de oprichter van de mandir en ik ben de voorzitter. Ja, oké. Mooi. We moeten nu anders dan normaal leven. We zitten in een COVID-periode. Heel nieuw voor ons, soms heel moeilijk om mee om te gaan. Hoe gaat u ermee om? Ik vind dat wanneer je je bezighoudt, wanneer je goed vasthoudt aan de regels, de Mohana-regels en andere, dat het niet zo moeilijk moet zijn voor mensen. Wij zijn koppig. Ja. We zijn koppig. We vergeten vaak een mondkapje. Ook in de tempel moet ik ze vaak vragen, waar is je mondkapje? Ik heb een stapeltje voor ze gekocht. Dan krijgen ze één van mij, maar het is niet de bedoeling dat het altijd zo gebeurt. Het is aangepast leven. Ja. Vooral ik moet vaker naar het academisch ziekenhuis waar mijn specialisten zich bevinden. Mijn broer is erg zorgzaam en erg alert. En ik heb ook iemand die met me meegaat als begeleider. Niet vanwege overheidswegen hoor. Ik heb mijn eigen chauffeur, mijn eigen begeleider. Oké, mooi. Ja, en je moet je wel aanpassen daar. Ja, goed. Voor iets oudere mensen is het duidelijk. Ze kunnen zich makkelijk aanpassen. Maar wij jongeren zijn echt koppig. Omdat wij het leven heel anders zien. Dat is het. Maar we komen terug op dat waarvoor we hier zijn. In verband met 155-jarig bestaan van de volksvertegenwoordiging in Suriname. Voeren we gesprekken met gewezen voorzitters van het parlement. En u bent er één daarvan. En u heeft echt geschiedenis geschreven. Hoe kijkt u zelf aan tegen uw periode als voorzitter
in het parlement als eerste vrouwelijke voorzitter? Nou, laat mij u zeggen, het is een periode geweest van hard werken. Ik wist niet eens dat ik gekandideerd zou worden als voorzitter. Ik ben door mensen voorgedragen. En toen ik voorzitter werd, dacht ik van, ga ik dit wel aankunnen met heren die heel veel ervaring hadden. En ik was vrij jong, dus ik dacht van, dit wordt een toestand. Hoe oud was u toen? Ik was 44. Ik was 44. Voor die tijden vrij jong. Ik heb me moeten aanpassen in de zin dat ik me heb moeten scholen. Wat cursussen heb moeten ondergaan om jezelf verzekerd te zijn van bij je handelen, dat je niet twijfelt, dat je kordaat kunt optreden. En ik heb dat wel gedaan. En in het begin deden de heren moeilijk. Ja. Ze waren erg moeilijk. En nou, u weet, er was een probleem in de partij waaruit ik was voortgekomen, de VAP. Ik had de partij verlaten om een andere beweging te joinen. Okay. Dus een andere beweging te joinen. En de mensen van die partij, nou, nu weer, ik ben nu weer terug naar de VAP. Terug naar huis. Ja, terug naar huis, zeker weten. Zij vonden het dan niet prettig om voorzitter tegen mij te zeggen. En ze hadden er echt heel veel moeite mee. Maar op een gegeven moment las ik een artikel in een krant, een lokaal dagblad. En daar stond geschreven van, nou, deze eerste vrouwelijke voorzitter gaat eerst dag haar voorzitterstoel verlaten. Want wat er met haar gebeurt, we weten niet of ze dit kan volhouden. En de schrijver wist niet dat juist dat mij heeft gesterkt van, oh, dat denken jullie? Nee, dat gaat niet gebeuren. En toen ben ik echt op mijn achterpoten gaan staan en zeg, ik ben voorzitter of ik ben geen voorzitter. En er is goed van gekomen, ja. U moet heel sterk zijn om met al die mannen zo in het parlement bezig te zijn. Waarom denkt u dat het in het begin heel moeilijk was? Nou, omdat ze altijd gedurende 100 jaar of meer gewoon waren om meneer de voorzitter te zeggen. En je moet niet plotseling mevrouw de voorzitter zeggen. Je moet wennen aan een vrouw. En u weet, de cultuur, de structuren waren een beetje macho, een beetje mannelijk. Nu zijn er ook vrouwen die natuurlijk macho zijn en mannelijk voorkomen. Ik bedoel, niet anders begrepen dan wat ik bedoel. Maar ze moesten zich gewoon wennen aan een vrouw in een topbestuurlijke functie. Dus u heeft de weg geplaveid voor vrouwen in het parlement? Ah, denk ik, maar ik laat dat over aan de andere vrouwen. Oké, goed. Ja, zijn er in uw periode als voorzitter hoogte- en dieptepunten geweest? Jazeker, jazeker. Een van de hoogtepunten was het feit dat ik als vrouw werd gekozen. En de familie, mijn ouders, die waren heel erg blij. Mijn moeder vooral, wijlen mijn moeder. Want haar vader, mijn grootvader van moederszijde, Brahma Tiwari Raghunandan, die was statenlid. Okay. In de koloniale staten. En sindsdien is er niemand uit de familie lid geweest van de Nationale Assemblée. Dus toen ik gekozen werd als voorzitter, eerst als parlementariër in 1991 bij voorkeur. En daarna in 1996 als voorzitter, waren ze heel blij. Mama was daar ook en het was een fantastisch gevoel. En een dieptepunt moet ik u zeggen, hoezeer ik ook de regering bij Den Bosch in het zadel heb geholpen. Je hoort de geluiden tot nu toe. En ik ben niet iemand die gaat dokken. Mm-hmm. Toch? Ik wil de dingen zeggen zoals ze zijn. Hoezeer ik ze in het zadel heb geholpen. Nou, zo erg heb ik het gevonden dat in 2000 ik heb moeten kiezen voor een motie van de oppositie. Dat was de VHP Plus regering. Dat ik voor hun heb moeten kiezen.
En heel rationeel. Geen enkele emotie erbij. Mm-hmm. En niemand die in mijn oren is komen fluisteren. Mm-hmm. Ik heb een rationele keus gemaakt in 1996. Maar ik heb ook een rationele keus gemaakt in 2000. Omdat het helemaal niet meer ging. Ja. Er waren duizenden mensen, 20.000, 30.000 mensen op straat. Het DNA-gebouw was omsingeld. En ze zeiden van, voorzitter, u bent de enige die een oplossing kan brengen in deze zaak. En ik vond het goed. Ik heb overleg gepleegd met de geestelijke leiders. De maatschappelijke mensen uit het maatschappelijk middenveld. En ik heb toen samen met twee andere leden van de toenmalige BVD hebben wij dan het besluit genomen om voor een motie van de oppositie te stemmen. Mm-hmm. Met heren als Ranjit Singh, Rogers, okay, meneer Derby, meneer Venetiaan, meneer Letchman, heb ik ervoor gestemd, waardoor de regering bij de Bos de meerderheid verloor in het parlement en genoodzaakt was om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Dat is voor mij, denkt u dat het prettig is geweest om daarvoor te stemmen? Het is een dieptepunt geweest. Mevrouw Joëlle Pachat, nu krijgen leden spreektijd tijdens hun spreekbeurt en het wordt bijgehouden. Hoe ging het eraan toe tijdens uw voorzitterschap? Nou, wij hadden ook spreektijden hoor. Want we werken met hetzelfde reglement van orde, het huishoudelijke reglement. En die geeft aan dat er spreektijden zijn, coalitie, oppositie, maar dat wordt dan onderling geregeld. De fractieleiders zaten in een overlegstructuur bij mij van de oppositie en de coalitie. En we bepaalden per vergadering hoeveel spreektijd voor de coalitie en oppositie er moest zijn. En wat interruptie betreft was al lang vastgesteld 2 minuten. Alleen het verschil met nu is dat het niet digitaal werd bijgehouden. Je weet, nu heb je die moderne technologie. Ja. En ik ben blij dat er zoveel is veranderd in DNA. Ik ben er erg blij om. Oké, ziet u een verschil in het parlement van toen u voorzitter was, en het parlement van nu? Er zijn pro's en contra's. Hè? Een contra is geweest het feit dat ik moeilijk kon vergaderen vanwege het feit dat we randje kantje of quorum of geen quorum hadden. Okay. Het was een probleem en de oppositie gebruikte dat als wapen, want ze waren niet in de zaal. Ze kwamen vaak niet in de zaal om te tekenen en er ontbrak dan quorum om te vergaderen en dan moesten we onverrichte zaken naar huis keren. Okay. En op een gegeven moment zei ik van enough is enough en ik zei van elke vergadering wacht ik maar 10 minuten en ik hamer die vergadering af. Ik ben niet van plan een hele dag te wachten op leden die hun eigen tijd nemen, weet je. Dat was anders natuurlijk. En voor de rest kan ik zeggen van, soms kijk ik naar het parlement. Er is een aantal jonge parlementariërs welke opvalt. En ik zie dat ze het anders willen doen dan hoe er gedaan is. Ik hou niet van de achteruitkijkspiegel. Okay. En ik hou niet van verwijten van mensen. Okay. Als het de waarheid is, moet dat gezegd worden. En dat moet je kunnen staven. En dat moet je kunnen onderbouwen. Maar bij elk debat schreeuwen door de zaal heen, ik heb een hekel eraan. En ik denk dat ik de mensen ook flink tot de orde heb geroepen. En dat geldt niet alleen voor parlementariërs. Dat geldt ook voor de regering. Ja. Dat geldt ook voor de minister. Ja. Want ik merk ook nu dat de leden van de regering ingrijpen en ze niet luisteren naar de voorzitter. De voorzitter moet ze tot de orde roepen. Want mensen in het college zijn gast van het college. Zijn gast van de voorzitter. De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering. En het kan nooit zo zijn dat een minister of een president of een vicepresident zeg maar wat hij leuk vindt. Ik heb verschillende malen ook de toenmalige president
tot de orde moeten roepen en hij heeft zich erbij neergelegd. Ja. Oké, okay. Als ik zo naar u luister, dan kent u uw werk nog steeds en u bent heel strak geweest in uw voorzitterschap. Heeft u wel eens een lid eruit gezet? Ja, jammer genoeg, 2 leden. Heel jammer, dat was in het begin van mijn zittingsperiode hoor. Ik was misschien ook een beetje onervaren. Nee, ik was onervaren. Ik heb mezelf geschoold, maar los daarvan... De leden hadden het een beetje te bond gemaakt, ja. En ik moest met de politie eruit zetten. Okay. Als ja, achteraf bekeken werden we hele goede vrienden van elkaar. Oké. Nee, dat is toch goed gekomen. It's all in the game. It's in the game, ja. En als we gaan tot het proces van wetgeving, dan heb ik het over het goedkeuren van wetten. U heeft eerder ook aangegeven dat... het heel moeilijk aan toe ging met het verlenen van quorum. Vergaderingen werden afgehamerd en zo. En met de moderne aanpassingen in het proces van goedkeuring van wetten, hoe ging het eraan toe tijdens uw proces bij het goedkeuren van wetten? Kon u makkelijk wetten goedkeuren en kunt u zich misschien heugen hoeveel wetten u in uw periode als voorzitter heeft goedgekeurd? Nee, dan laat mijn geheugen me wel in de steek. Mm. Ik word straks ook 70, maar... we hebben niet zoveel kunnen doen vanwege het feit dat we heel moeilijk konden vergaderen. En ik denk dat ik een verstandig besluit vond om de periode van DNA in te korten en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Want als je niet kan werken, dan moet je stoppen. Ja, precies. Heeft u het gevoel dat het parlement nog steeds de wetgevende macht in handen heeft? Ja, als ik zeg nee... dan ben ik geen democraat. Want ik geloof nog in de scheiding der machten. Er zijn gescheiden machten. Maar af en toe, ik zei je net dat soms mensen willen dicteren, toch? Af en toe zie ik een conflict of interest. En ik denk dat we daaraan moeten werken. Ik denk dat beide partijen, nou alle drie, er zijn 3 machten, zich ervan overtuigd moeten zijn dat mijn pakkie niet aan is. De zaken zijn gescheiden. En wanneer mensen nieuw komen in het college, wanneer mensen nieuw komen als lid van de regering, dan dienen ze wel goed onderricht te worden. Ik vind dat men vooral moet letten op spreekvaardigheid, communiceren met elkaar, et cetera. Dat is heel erg belangrijk. Ik heb het niet over ieder, maar wanneer je een cursus verzorgt, dan zou je ieder moeten verplichten om de cursus te doen. Ja. En de parlementariërs zitten in het parlement namens het volk. Ze worden ook gekozen door het volk. Heeft u nog steeds het gevoel dat ze de wil van het volk vertolken? Niet altijd. Niet altijd. En dat was mijn probleem met de terugroepwet toen. Ja. U weet dat de terugroepwet een wet is welke eigenlijk bij mij is geboren. Men sprak toen, als u de handelingen of de kranten van die tijd openslaat, sprak men over een Jawala-Persat-syndroom. Dat is gewoon het feit dat ik de moederpartij had verlaten om naar een andere partij te gaan. Dus men zocht een stop. Men wilde je afstraffen. En men sprak dan over de terugroepwet, maar dat was nog niet behandeld en goedgekeurd. Dus dat konden ze van mij niet op mij toepassen. Het is later wel goedgekeurd. Dus ik vind die wet een beetje ondemocratisch. Ik weet niet, het hangt ervan af hoe je dat interpreteert. Wanneer je namens het volk daar zit. Oké, een partij heeft jou gekandideerd. Een partij heeft jou kandidaat gesteld in een district. Toch? Dat is 1. Maar 2, wanneer je het vertrouwen niet geniet van de burgers, van de kiezers. Dan kom je er ook niet. Ja. Het zijn stuk voor stuk parlementariërs die uitblinken, die in het veld kunnen trekken. U gaat me niet zeggen dat alle 51 die daar zitten hebben getrokken. Ze hebben getrokken, ja, maar kijk u maar naar de resultaten van de verkiezingen, afgelopen verkiezingen. Hoeveel stemmen bepaalde mensen hebben gehad en hoeveel niet. Ze zijn dankzij opvolging en weet ik veel naar binnen. Het zou heel mooi zijn als iedereen zijn eigen voorkeurstemmen moet gaan zoeken. Dan zou je de kracht van die parlementariër kunnen zien. Ja.
Klopt. U geeft aan dat, dat er een Joelle Persat syndroom was, weet je, dat ze het zo noemde. En u was een van de personen, een van de mensen die uw politieke partij heeft verlaten. Ja. Ik weet niet hoe het staat. Was u de eerste of was het eerder al gebeurd? Eerder al gebeurd. Oh, oké. Maar bij mij, misschien omdat ik een vrouw ben, was het zo erg opgevallen. Alhoewel ik mijn zetel in 91 zelf heb verdiend. Ik ben bij voorkeur gekozen, dat was ook voor het eerst. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. Ja. Je moet de werkelijkheid in de ogen durven te zien. En, en men vraagt me soms van, ik was eens op de bank, heel even, een van de commerciële banken, en een aantal jaar geleden. En kwam er een mevrouw naar me toe en die mevrouw zegt van, heeft u geen spijt van wat u heeft gedaan in 96? Ik zei, maar waarom stel je die vraag? Ik zei, nee hoor, echt niet. Ik heb een weloverwogen besluit genomen. En jij kijkt alleen naar 96, maar kijk ook naar 2000. Mm-hmm. Daar heb ik ook een weloverwogen besluit genomen. Okay. Om die regering naar huis te sturen, zodat de Nieuw Front plus regering weer kon aantreden. Op 8 mei herdenkt de volksvertegenwoordiging haar 155-jarig bestaan. En in het begin hadden alleen mannen toegang tot het parlement. Maar alleen mannen werden gekozen. Op een gegeven moment had je dat er andere dingen bij kwamen kijken, waarbij ze letten op capaciteit en census, kiesrecht en al dat van die dingen. Nu is dat niet meer het geval. Er kunnen ook vrouwen, of er komen ook vrouwen in het parlement. Wat is uw mening over deze ontwikkeling? Nou, tijdens mijn periode hebben we in Beijing dan gehad het Platform of Action Against Discrimination, All Form of Discrimination Against Women. Het is een Beijing platform in verband met de discriminatie, discriminatoren factoren op elk gebied om die te elimineren, om die weg te werken. En ik was er heel erg bewust van, want ik was ook de voorzitter van de eerste plattelandsvrouwenorganisatie, de Surinaamse Vrouwenstichting. Ik was me ervan bewust dat we de vrouwen moesten scholen. Vrouwen moesten leren netwerken, ze moesten leren vergaderen. Vrouwen moesten leren organiseren. Vroeger was het zo dat vrouwen, het werd de randvoorwaarden creëerden voor de mannen om in de politiek te surviven. Koken, wapperen met vlaggen, dansen. Toch? Later is dan doorgedrongen. Nee, vrouwen hebben dezelfde functie te vervullen als mannen. We zijn niet gelijk aan elkaar, maar we zijn gelijkwaardig aan elkaar. We kunnen dezelfde, met dezelfde tools kunnen we hetzelfde werk verrichten. En ik ben blij dat nu de dag er meerdere vrouwen en echt een mix aan vrouwen, ja. Toch? Dat zij nu in het parlement zitting hebben. Het is fantastisch en het is een voorbeeld voor de jeugd straks. Oké. Met de aanwezigheid van vrouwen in het parlement, ziet u nu een verschil in de discussies? Nou, soms maakt het wel wat uit, maar af en toe vervallen die vrouwen ook in datzelfde ding van die mannen. Ik moet u zeggen, het is vervelend wanneer je die partijdiscipline echt moet volgen, die partijloyaliteit. Dus of je nou wil of niet, je gaat toch ondergeschikt moeten zijn aan de leiding van de partij of de leiding van de fractie. En dan zeg je van, hé, dit is hetzelfde liedje. Wat voor ontwikkelingen ziet u als gewezen voorzitter van het parlement nog tegemoet voor het parlement? Nou, ik denk dat er heel veel moet gebeuren, zeker op financieel gebied. Want laatst hoorde ik nog van iemand van, financieel gaat het moeilijk in het parlement. In mijn periode was het ook zo. Er moet erg veel gebeuren op dat gebied. We moeten goed verzelfstandigd worden. En aan de andere kant moeten we de wetenschap en techniek goed ook doorvoeren. En de mensen kip maken om daarmee om te gaan. Het zijn niet alleen de medewerkers,
Want ik zie dat er stafmedewerkers zijn, juristen, et cetera. Maar ook de DNA-leden die moeten goed equipped zijn om daarmee om te gaan. En zeker ook de internationale contacten die er zijn met de Interparlementaire Unie, Palatino en andere parlementen, dat die opgepakt worden. Oké, okay. En ik denk dat dat er wel is, want we hebben bijvoorbeeld de afgelopen periode hebben we echt een aantal internationale conferenties gehad waarbij Suriname host was. Dus omdat ik zelf ook in een aantal van die organisaties was, dus, en dan weet ik dat wij op dat gebied internationaal toch wel een heleboel hebben gedaan. Maar heeft u nog een, iets dat u aan de nieuwe voorzitter zou willen geven? Ja, zeker weten. Ik vind hem, hij kan goed van zich afbijten. Hij probeert boven partijen te staan in het parlement. Het is moeilijk met zo'n oppositie, maar ach. Wat ik hem wil meegeven is, blijf altijd jezelf. Zeker ook wanneer jouw partijvoorzitter het woord voert in DNA. Mooi. En kunnen we nu dan afsluiten met een felicitatieboodschap aan de gemeenschap en het parlement? Ja, zeker. Ik wil het volk van Suriname, zeker. En het parlement, alle parlementsleden, statenleden die er ooit zijn geweest, DNA-leden nu. En de werkers om DNA heen, de media, de veiligheid, alle mensen feliciteren met 155 jaar. Democratie. Het is geweldig en ik wil u vragen, ik wil u allen vragen om de democratie hoog in het vaandel te houden. Laat dat nimmer en nooit verloren gaan. Dank u wel. Graag gedaan. Dat was het voor deze aflevering van 155 jaar volksvertegenwoordiging in Suriname. Bedankt voor het willen kijken en tot de volgende keer.